Zo, u bent weer terug in het Zuiderpark en u had normaal gesproken Erik Kooijman, mijn collega, gehoord die in de catacomben bezig is. Maar u kunt zich voorstellen dat het daar een enorm feest is. Spelers bleven ook lang op het veld. Vandaar dat Erik naastig op zoek is naar een mogelijkheid om u hele leuke beelden vanuit de catacomben en misschien zelfs wel vanuit de kleedkamer te laten zien. U ziet het publiek gaat naar huis. Nou, die zijn meer dan tevreden. Als je dan nagaat dat er 8130 mensen in dit stadion waren. En ja, je kan je afvragen hoeveel er dan de volgende keer komen. Over 14 dagen trouwens tegen Top Os. Dit was de dame die met de cornervlag aan het zwaaien was trouwens. Ja, ik zou zeggen, kom de volgende keer gewoon weer. Overigens hebben we ook nog een bekerwedstrijd. Even uit mijn hoofd tegen de Treffers. Ik geloof 5 november, 5 of 6 november, op een woensdag in ieder geval. Dat komt er ook nog aan, want ADO Den Haag zit natuurlijk ook nog in de beker. En deze supporters die hebben het idee van, we gaan nog niet naar huis, want ik heb het hier ontzettend gezellig. En hier is het feest. Terwijl er nog steeds een man bezig is met een gigantische vlag aan het zwaaien. U ziet dat daar, die kan er ook maar geen genoeg van krijgen. Die man die heeft het verschrikkelijk naar zijn zin. En u ziet op de achtergrond ja, de kreet 3-0. Bezoekers staat er, want ja, Heracles, die waren de bezoekers. De ploeg die hier naartoe kwam met het idee om toch nog een poging te doen die eerste periode te pakken. Want per slot van rekening was het verschil maar 1 punt. Dat had alles te maken met het feit dat ADO Den Haag 1 keertje gelijk speelde. U weet dat. En dat was tegen Fortuna Sittard. Een paar weken geleden wedstrijd had gewonnen moeten worden, want de kansen in de tweede helft die waren gigantisch. Maar goed, dat is toen niet gelukt. Het werd daar 1-1. Het was wel het enige puntverlies van ADO Den Haag tot nu toe. En ja, dat Heracles dat verloor dan 1 keertje een thuiswedstrijd tegen Dordrecht met 4-1. En voor de rest heeft die ploeg ook alles gewonnen. En ja, had voor deze wedstrijd toch iets wat bizarre doelsaldo. Daar hebben we het al een keer over gehad. De ploeg had maar liefst 22 keer gescoord in 7 wedstrijden. Maar ook 11 goals tegengekregen. Dus dat was een beetje raar. Maar ik gaf al aan in die 7 wedstrijden 22 goals. Dat is natuurlijk wel heel erg leuk. Maar per slotverrekening was er een 7-0 tegen Haarlem bij. Ik krijg een seintje. Volgens mij is Erik Kooijman zover dat hij in de kleedkamer... Kijk eens eventjes, hij is in de kleedkamer. Erik, ik zou zeggen, ga jij lekker je gang, jongen. En zorg dat er niet al te veel champagne over je heen gespoten wordt. Nou, het is nog relatief rustig, maar de spelers die krijgen de eerste briezers binnengedragen van de elftalleiders. En ik ga even naar de eerste speler die hier naast me zit, Gijs. Gijs, gefeliciteerd zou ik zeggen. Dankjewel. Hoe beleef jij dit zo, hier zo in het Zuiderpark, zo'n eerste prijs? Ja, dat is hartstikke mooi natuurlijk, een periode titel zeg maar. Met de RBC heb ik ook na competitie gespeeld en dat is gewoon het mooiste wat er is. En ja, ik hoop gewoon dat we natuurlijk rechtstreeks promoveren, maar de periode is gewoon hartstikke mooi. Dus. ADO Den Haag heeft een beetje de uitstraling van de periodetitel is leuk, maar we gaan gewoon nog voor een veel grotere prijzen. Ja, zeker. Dat is net wat ik al zei. En het kampioenschap is natuurlijk het mooiste wat er is, maar ja, we moeten er gewoon voor gaan. En ik denk dat ook met deze ploeg dat we dat ook kunnen. Nou, dat denk ik ook wel. Dat moet wel kunnen. We gaan even kijken hier zo. Trainer Israël achter je, Jasper. Die komt hier ook de kleedkamer in. Ja, maar ik heb ook wat tegen. Ja, ik ken altijd deze. Hey, doe hem maar gewoon maandag regelen. Arjen van der Laan. Ja. De regisseur op middenveld, hoe ging het? Ja, het was op zich geen wedstrijd om echt goed te voetballen, vond ik. Na de eerste helft, tweede helft konden we iets beter voetballen. Toen vond ik ook dat we wat beter voetballen. Maar goed, elke kans is bijna raak de eerste helft. Volgens mij hebben we de eerste helft 3-4 goede kansen gehad. Ja, dat was het voordeel van deze wedstrijd wel. Ja, ja, maar goed, het is toch, dat is toch goed van de ploeg. En op het juiste moment dan toch die kans afmaken, denk ik. En ik denk op zich dat we verdiend gewonnen hebben. Je speelde iets meer verdedigend dan normaal, omdat Stroeven ook erbij zit. Ja. Ligt die rol je een beetje? Ja, dat is ook weer wennen. Kijk, hij ligt iets minder dan natuurlijk dan die aanvallende rol. Maar goed, dat is nou eenmaal op dit moment dat er bepaalde spelers geblesseerd zijn. Omdat je in deze samenstelling speelt. Dat maakt niks uit. We hebben lekker gewonnen en kunnen we ook zo spelen. Dat is geen probleem. Er straalt een zelfvertrouwen uit van deze spelers, dat is niet normaal, hè? Het lijkt wel of ze bijna lachend die derde of de eerste periode pakken nu. Ja, waar moet dat heen? Het vertrouwen groeit natuurlijk steeds meer. Kijk, je wint elke wedstrijd toch ja, tot nu toe elke keer verdiend en ook deze wedstrijd weer. En dan, ja, dan als je maar blijft winnen, dan groeit dat vertrouwen. En helemaal natuurlijk denk ik, als je een ploeg als Heracles thuis toch, je wint toch verdiend met 3-0. En,
En we zullen wel zien. Volgende week Cambuur is volgens mij ook een hele lastige tegenstander, zeker uit. En dan zien we het publiek een keertje, want het publiek is erg belangrijk. Vandaag 8000 mensen. Ja. Nou ja, dan moeten we een keer die mensen hier laten zien dat we ook zelf dat op kunnen brengen om, om een wedstrijd te winnen. Ondanks zonder hun steun. We gaan even kijken of we een van de trainers te pak kunnen krijgen. Arjen van der Laan, bedankt. Een van de trainers, en dan heb ik het over Lex Schoenmaker of Rinus Israël. Daar is Lex Schoenmaker. Lex. Lex, gefeliciteerd. Heerlijk. De periode is een feit en het ging ook zoals het moest gaan, hè, geloof ik. Wat, hè? Het ging zoals het moest gaan, hè? Ja, het is een wedstrijd waarvan je van tevoren hoopt dat het zo zou lopen. Maar het was toch in de eerste fase was het moeilijk. We kwamen niet helemaal goed uit de startblokken. Misschien ook een beetje de druk. En naarmate we, zeg maar, na 25 minuten kregen we het een klein beetje onder controle. Want Heracles speelde gewoon de eerste 25 minuten vrij goed. Nou ja, en dan valt die goal. We hebben drie kansen voor de rust gehad, twee doelpunten. Dus wat dat betreft fantastisch. En daarna 47e minuut, tweede minuut in de rust. Kastelen, hij is weer lekker op dreef. Ja, maar ja, goed. Ik had gehoopt dat hij Heracles zou spelen, maar hij had al een week eerder gespeeld. Dus wat dat betreft tegen Telstra. Dus wat dat betreft ziet het er gewoon goed uit. We hebben gewoon voor deze opstelling gekozen en we zijn met z'n allen daar gekomen. We zijn wat rustiger vaarwater gekomen, denk ik. Ja, ja. Maar het is een mooie prijs. Het is een van de prijzen die we wilden hebben en dat is de eerste. En ja, de ultieme prijs natuurlijk. Die fles champagne. Ja, die fles champagne, ja, maar die hoef ik niet. Jij bent de commercieel manager. Ja. Betekent dit wat makkelijker werk voor je? Nou, ik hoop het, hè. Het gaat er zelfs als ik er zo uitzie niet natuurlijk. Maar nee, je merkt dat alles altijd beter gaat. Dus records verbroken met alles. Met commercieel, technisch, alles gaat het goed. Alleen ja, de shirtsponsor nog, hè. Maar daar zijn we druk mee bezig. Succes. Dank je. Wij gaan nog even hier verder kijken of we Rinus Israël kunnen vinden. Staat denk ik in de gang. Ja. Zijn we terug in de spelerstunnel, want de kleedkamer werd iets te vochtig. Hiernaast me staat de directeur, algemeen directeur Robert Langenbach. Gefeliciteerd. Dankjewel. Is dit your finest moment of moet dat nog komen? Eigenlijk moet het nog komen, het kampioenschap. Nee, maar het is natuurlijk fantastisch dat je in een dergelijke ambiance op een gegeven moment zo'n mooie wedstrijd speelt. 3-0 wint en de periode thuis binnenhaalt. Dat is natuurlijk fantastisch. Het lijkt wel vanzelfsprekend te gaan al, het gaat zo makkelijk. Nou, ik merk op een gegeven moment ook aan mezelf dat ik was vandaag al wat zenuwachtiger, maar de laatste wedstrijden zit je toch veel rustiger op die tribune. Terwijl je vorig jaar toch wat veel meer spanning bij je had. Omdat ja, blijkbaar is het toch, heb je toch een hele goede groep bij elkaar, goede kwaliteit. En het kan gewoon zijn dat ze de beste zijn. Dat ziet er naar uit. Nee, nou ja, je moet nooit te vroeg juichen. Vorig jaar heeft Excelsior de eerste periode gepakt en wordt uiteindelijk niet kampioen. Dus het kan nog altijd verkeerd gaan. Je moet niet te vroeg juichen. Maar ik merk wel op een gegeven moment dat je met deze groep heel wat kwaliteit in huis hebt. En dat ze inderdaad heel makkelijk die punten binnenhalen. Dat is absoluut een compliment aan de jongens en ook een compliment aan Lex en Raymond. Oké. Wij gaan eruit. Robert Langenbach, succes verder dit seizoen met allerlei dingen. Bedankt voor het kijken. We hebben een ADO Den Haag gezien dat hier de eerste periode titel pakt tegen Heracles. Bedankt voor het kijken. Volgende week is de uitwedstrijd tegen Cambuur. Daarna zijn we weer terug live hier vanuit het Zuiderpark.